Hallo allemaal en welkom bij weer een gloednieuwe x kast Dus x kast nummer 55. Dit keer wel op ons eigen Twitch-kanaal. Jongens, er ging even een klein beetje wat mis. We zijn ietsjes later. Ja. Maar we zijn terug met een gloednieuwe x kast live op twitch.tv slash xgen laag-nl. Waar je iedere middag om 1 uur s middags live de nieuwe opname kunt checken. Met deze week E3 is dood en het nieuwe PlayStation Plus zuigt nu al. Tenminste. Volgens één van, van onze hosts. Ja, diegene die je nu hoort, dat ben ik natuurlijk. Luc Ten Velde is de naam. Maar ik ben niet alleen. Ik heb bij mij deze week Roland Jansen. Ja, yeah, hallo Luc. Ik heb me speciaal voor de begrafenis van E3 even goed opgedoft. Goede Goede Goe uh, zwarte stopdas. Voor de Zwarte stopdas. Ja, zwart pak. Het, ja. Uh, yeah. Je hebt uh, al net getrokken. Ja, yeah, rest in peace E3. Uh, het, uh, het is klaar. Nou. Ik heb deze dresscode <laughs> duidelijk gemist. <laughs> Degene die de dresscode gemist heeft, dat is natuurlijk Stefan Stuursma. Stefan, hoe is het? Goeiedag, goeiedag. Ja, prima, prima. Eindelijk weer een keertje aanwezig, hè? Ja, je bent erbij. En dat heeft natuurlijk uh, nog een extra reden. Jij gaat straks natuurlijk live samen met Da Vinci, da Vinci Style Games. Da Vinci, Da Vinci Games. Da Vinci, da Vinci style style games. games op uh, onze Twitch en op die van, uh, die van Vincent zelf. Ja, en daardoor ging het net eventjes fout, want Vincent zit hier bij ons op kantoor. Die alles aan het set hebben, want jullie gaan een VR-stream doen. After the fall ja, dat wordt wel. Dan dus, kan iedereen dus ook terugkijken via Twitch. Mochten ze deze podcast geluisterd hebben, en ik van nou, dan ben ik toch wel benieuwd naar hoe dat gegaan is. Nou, en daardoor hadden we ook eventjes net dat technische mankement. Maar nu zijn we er gewoon en gaan we het hebben vandaag dus over dat E3 ja, bij vrijwel zeker dood en begraven is en dat het nieuwe PlayStation Plus uh, het, het is er, het komt er. Maar eigenlijk. Zijn we er niet heel blij mee, tenminste sommige van ons zijn er niet heel blij mee. Voordat we, ja, dat, doen, voordat we dat doen, bedanken we natuurlijk eerst uiteraard onze sponsor deze week. Dat is Huawei, die, die heeft ons gesponsord deze week. Maar daarover later in deze podcast meer. En dan voor nu gaan we weer door met het onderwerp van de week. En jongens, dit is bij deze gewoon definitief, weet je, jaar 1 van XGN Cast zit erop. Dat noemen we ook wel het babyjaar, het eerste jaar. Of dan zijn alle kinderziektes eruit. Mag alle kinderziektes zijn er dan uit inderdaad. En daar wil ik dus ook zeker ons nu definitief aan houden. We hebben een XG en Plopkap. <laughs> voor wie op YouTube terug uh, de afleveringen kijkt. Want op YouTube kun je de afleveringen natuurlijk ook gewoon vinden. Iedere zaterdag om tien uur s ochtends. Waar ze ook overigens op podcastdiensten te vinden zijn. En dat betekent nu dat we, nu we de kinderziektes eruit zijn... we standaard gewoon gaan beginnen met het onderwerp van de week. En dat is deze week tweeledig. Want het is een grote nieuwsweek. Het is een hele grote nieuwsweek. Breath of, ja, is Breath of the Wild. is gebeurd. Wild 2 is uitgesteld. Xbox ja. Game Pass krijgt mogelijk een familieabonnement. E3 2022, zowel fysiek als digitaal is gecanceld. En zagen we al een beetje aankomen. Zeker. En het nieuwe PlayStation Plus is aangekondigd en dat is toch reden om even ja, goed, tenminste die laatste twee onder de loep te nemen. Breath of the Wild, weet je? Prima. Bonuslevel van. Ja, vind je Bonus wel. Level ja. heeft daar een hele aflevering al aan gewijd. Daar hoeven wij niet verder nog uh, heel veel dieper op, uh, op in te gaan. Het is jammer. Ik heb de theorieën over. Er komt een column over op xgm.nl volgende week. Maar dat is volgende week. Nu... Lopen punten mis? <laughs> daar gaan we het straks <laughs> ja. over hebben. De yeah, versies, it's 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 ja, die critical al Jesus. Dat doet voor jullie inderdaad zeer. Maar voor nu gaan uh, wij het yeah. gewoon lekker hebben, heren. Over, uh... Zullen we beginnen bij E3? Ja, dat is toch wel de klapper, denk ik, hè? Ja, dat, dat, dat is de voornaamste klapper. Dat, dat is wel even uh, een dingetje. E3 is gecanceld. Roland, jij zit in een zwart pak. Ja. Ja, luister. Het, 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 zelfs geen digitale variant dit jaar. Want dat was eerst nog een beetje het idee, hè? Weet je, we gaan een digitale variant doen. Nou, dat is nu dus ook gecanceld. En dan komt de ESA met een heel leuk bericht van... Ja, volgend jaar brengen we het terug in een uh, nieuw jasje. Fysiek en digitaal. En weet ik wat... Ja, jongens, hou op. We zagen de laatste jaren, zagen we het al achteruit gaan. Weet je, Sony die niet meer komt opdagen. Ik heb de Andere quote hier. Andere die, partners die hun eigen dingen gaan doen. Ja. Ik heb de specifieke quote hier. Het is, uh, we zullen al, quote, we zullen al onze energie en middelen steken... in een vernieuwde fysieke en digitale E3-ervaring volgende zomer. Of je het nu meemaakt vanaf de showvloer of je favoriete apparaten... de 2023 showcase zal de community, media en industrie samen... ...terugbrengen in een compleet nieuw formaat en interactieve ervaring. Het klinkt veelbelovend, maar ja... Het klinkt veelbelovend, maar jaren. Die fysieke variant, die hebben, of nou ja, die digitale variant, die hebben we vorig jaar meegemaakt... ...en dat was uh, FC knudden uh, keer tien. Dus, ja, ja, dat was niet best. Het is een beetje alsof je de kelderklasse uh, laat voetballen tegen uh, AC Milan... En, <laughs> ...of tegen uh, Real Madrid en zegt van... ...oh ja, maar de kelderklasse club heeft het wel goed gedaan... <laughs> nou, ik zat dus net te denken: van wat hebben ze eigenlijk vorig jaar gedaan? Maar het enige wat mij te binnen schiet is, um, is die Summer of Gaming van Jeff Keely en alle losse nee, uitgevers die hun spul hebben laten zien. Ze hadden dus vorig jaar, hadden ze daadwerkelijk wel een digitale E3. Maar ik kan me daar dus nul van herinneren. Ja, dat klopt, want het was er ook vrijwel niet. Of tenminste, het bestond, maar het werd niet gebruikt. Er was gewoon een digitaal inlogportaal waar zeg maar de uh, nou ja, industrie uh, volks en media, die kon erop inloggen. Had je ook badges en een avatar die je kon aanmaken. En vanaf het moment dat dat kon, wat zeg maar op de eerste dag van E3 zelf was, werd het al door niemand meer gebruikt, want het was helemaal kut en het werkte voor geen meter. Nee, dat was dat het inderdaad. Ja. Yeah, en de persconferenties, die werden dus allemaal gewoon digitaal gedaan, maar die werden dus steeds gehost op eigenlijk alle kanalen los van de uitgever zelf. Dus dat voelt het ook al niet als een E3. Het de, nee, de enige, enige was, ja, het is een E3 showcase omdat we die naam Aangeven, maar verder ja. was het eigenlijk niks. Dus ja, uh, oh, het is trouwens ook geen 1 april grap. Moeten we ook eventjes er nog. Uh, als het is <laughs> ja, exact. Wij uh, zijn uh, altijd yeah. serieus, zelfs op 1 april. Ja, het is, <laughs> het is geen 1 april grap. Nee, maar het is niet best. Ik denk dat dit gewoon echt het einde is van E3. Gewoon in Ik ben er wel de, bang voor, ja. Ja, ze moeten nu eigenlijk gewoon. Als ze volgend jaar dan echt weer een E3 willen doen, fysiek en digitaal, geef een andere naam, geef een heel ander jasje, andere insteek en begin opnieuw. Nou, Want E3, dat. Yeesh. Nee, nou, dus, laten we afremmen. Volgend jaar willen ze dus zowel fysiek als digitaal. Digitaal, we hebben we nu al gemerkt, na één jaar. En dat het dit jaar helemaal niet komt, dat werkte niet zo goed. Nee. Wat het verschil is met een fysieke variant, weet je, daarvoor betaalden alle uitgevers ook altijd. Als je een fysieke variant hebt, dan wordt het Staples Center, een van de grootste beursvloeren van Los Angeles, die wordt afgehuurd. En daarin staat zeg maar voor een, voor een hele week. En in principe hebben alle, nou ja, alle uitgevers en alle indies die kopen een stukje van die beursvloer op. Ja. Zodat ze daar hun dingetjes mogen uitstallen en daar hun dingen mee mogen doen. En voor de persconferenties werden dus eigenlijk voor E3, we hadden alle grote uitgevers bedacht van wij gaan op die dagen. En daarvoor huren we onze eigen zaal af, zodat we alle dingen kunnen aankondigen die dan tijdens E3 speelbaar zijn op de showvloer. Nou, de IRC die ontving ontzettend veel geld van elke uitgever voor zo'n plek op die showvloer. Want het stapelcentrum is fucking duur. Ja, dat geloof ik wel ja. Ja, ja dat is geen uh, goedkope uh, nee. plek. En op die manier zou het dan volgend jaar dus wel weer kunnen werken, mits het fysiek kan. Want, en mits alle uitgevers bereid zijn om terug te gaan. Want die hebben natuurlijk, en daar kunnen we het zo meteen over hebben. Want in principe, het idee is nog steeds goed. Breng alles naar één, grote, naar één groot punt in het jaar. Kondig alles aan. Laat iedereen daar een eerste keer proeven van de ervaringen. Dat werkt in principe wel. Dat hebben we twintig jaar lang uh, bleek dat het gewoon werk, uh, werkte. Maar inmiddels. ...hebben we de meeste uitgevers... ...die hebben zelf ook door van... ...oh, maar we kunnen onze eigen digitale livestream doen... ...en op die manier alles aankondigen. Dat zagen we vorig jaar ook... ...waarbij we 80.934 miljoen... ...tig livestreams hadden. Ja, en dat, dat vind ik juist het probleem... ...want E3 uh, is... ...a, voor als beurs zijn een heel belangrijk moment... ...voor heel veel uh, industriepersonen... ...als wel journalisten, et cetera... ...een manier om te netwerken... Mm -hmm. Waar je dat op GamesCom ook heel veel doet, is dat in Amerika denk ik, E3 toch wat grootste. Het was ook altijd eerst alleen voor pers dat ze opeens mensen toelieten, een paar jaar geleden. En twee, ik vond de hype om E3, dat je drie dagen lang eigenlijk de hele dag nieuwe aankondigingen had, gameplay, noem het maar op. Dat is zoveel vetter dan, oh en dan krijg je hier een kruimeltje, hier, en dan over drie maanden krijg je dat andere kruimeltje, en over weer drie maanden krijg je dat derde kruimeltje. En ik snap het wel vanuit die bedrijven, want. Een livestream is A. goedkoper dan zo'n stand. en weet ik het allemaal. En B. je kan veel meer hype genereren. als jij al je shit verspreidt over het hele jaar. dan dat je alles dropt. op. wat is het begin juni. tussen alle andere giganten. Ja, dan uh, uh, raakte heel veel verloren inderdaad. wanneer je tussen, ja, wanneer je tussen die nou. de grootste dingen uit moest zien uh, te komen. Maar ja, dat, dat is wel. Ja, het is wel inderdaad vanuit een uh, oogpunt Was dat heerlijk? Dat is altijd gewoon van. Nou, pak de popcorn erbij en ga een avondje ja. zitten voor de, de most hype event of the year. Nou, en niet eens voor consumenten, maar ook bijvoorbeeld. Ik, ik schrijf al wat jaartjes voor Isshane. En we hebben in het verleden zeker wel dat we in een, in een call zaten of, of in een Discord. En dan zaten we met z'n allen dat, dat nieuws mee te krijgen. Ja. En stiekem een beetje zelf mee te genieten. Ik weet dat we zelfs een jaar een livestream gedaan hebben, volgens mij. Twee dagen of twee avonden, echt zo'n beetje alles uh, live met reacties gestreamd. Met tussendoor ook allemaal invulling. Dat is ook super grappig om te doen. En ja, dat, dat soort dingen heb je niet meer. Omdat ja, je krijgt nu allemaal losse state-of-place, allemaal losse Nintendo Direct. Uh, nou ja, elk bedrijf heeft zijn eigen naam wel gevonden voor Nintendo Direct tegenwoordig. Prime Matter. En... Ja, oh oh nee, begin daar alsjeblieft niet over. Overigens, <laughs> Prime Matter was onderdeel van Summer Game Fest. Dus die reken ik niet als ja, die E3. Ja, Jeff King is zelfs zelf ook ja. iets te belangrijk. Dat is, Summer Game Fest was leuk omdat er geen E3 was. Maar het komt bijna niet dichtbij de hype en uh, de ervaring die ik op een ouderwetse E3 uh, nou ja, week heb. Nee, want E3 was, was voor mij ook altijd van, oh, het is E3 weekend. Weet je? Ja. en dan, dan ga je gelijk alle tijden checken van: oké, okay, wanneer is de Microsoft-persconferentie? Wanneer is Sony? Uh, Sony is er nu al een paar jaar niet meer bij, maar we hebben het echt over het verleden. Uh, wanneer is Nintendo? Wanneer is Ubisoft? Wanneer is EA? Die op een ja. gegeven moment ook zijn eigen ding is gaan doen. Tegelijkertijd naast E3. Ja, met, het weekend ervoor. Uh, het weekend ervoor altijd. Dat is. IE e e is een vrijdag, zaterdag, zondag, zeg maar. Voor E3. En mm -hmm. dan vanaf maandag begint officieel E3. Zeld, uh, ja, dan dus is het net afgelopen. Maar het rolt allemaal zo in elkaar, zeg maar. Ja, het rolt in elkaar door. Um, maar dat hield, hield ik echt heel erg bij. Van wanneer komt iedere grote uitgever op dat podium. om zijn persconferentie nou. te doen. en de, de nieuwe games te tonen. En de laatste jaren ben ik dat toch. Ja, vorig jaar doe ik dat natuurlijk wel, want het hoort ook bij je werk, maar het is niet meer hetzelfde als dat het vijf, zes, zeven jaar geleden was. Nee, maar, nee. maar kan dat dan, denken jullie, nu niet terugkomen, nu dat ze, als het volgend jaar namelijk wel weer fysiek is, een Xbox, die deden eigenlijk ook al zijn eigen ding, of tenminste, want die namelijk deden, die hadden wel daadwerkelijk gewoon hun eigen ding. ...buiten E3 om, want die zaten niet in het Staple Center... ...die zaten in het Microsoft Theater... ...wat natuurlijk van Microsoft zelf is. Ze hadden hun eigen plekjes tegenwoordig. En dat uh... was gelijk naast het Staple Center. Dus dat was op zich... ja. ook gewoon, gewoon goed te belopen. En die, pers... nou, die zouden... ...een persconferentie nog steeds daar op die dag kunnen doen... ...en de timing, dat zou nog steeds kunnen kloppen. De vraag is, gaan de anderen er ook weer bij doen? Dus voor nou, de is, is het, het bijvoorbeeld wel handig... ...denk ik, om erbij te blijven... ...gezien die niet hun eigen... Uh, ...grote beursvloer hebben in... Los Angeles om, een, uh, om al hun dingen in uit te stellen voor het hele jaar. Ja, nou, dan is dus de vraag of die bedrijven weer terug willen gaan daar naartoe. Of dat ze het digitaal houden omdat het goedkoop is en ze het gevoel hebben dat het toch wel genoeg oplevert qua hype en, uh, en andere dingen. Ja, nou, ik denk dat. Het... Dat is wat we moeten, uh, moeten afwachten. Dan. Ja, ik denk wel dat we, als we het er nu even op een rijtje zetten. Bijvoorbeeld op basis van vorig jaar. Wat zijn de, wie zijn de grote winnaars en de verliezers destijds? Nou, Prime Matter Gaming weten we allemaal van. Dat is de grootste <laughs> verliezer van allemaal. <laughs> de Stream van Square Enix was ook drie keer niks. Die was ja. ook vrij slecht. Is gewoon een hele matige kwaliteit ja. en dergelijke ook. Um, ik geloof dat ik tien indie showcases gezien heb. Nou, die kun je allemaal in principe ook gewoon bij E3 inrollen als de grote publishers een beetje terug zijn. Sony met zijn State of Place, ze kloten maar wat aan voor mijn gevoel. Dus die, ik, zou ja, gewoon, ik, zijn, ik zou ze aanraden om ja. ook gewoon terug te gaan naar tenminste dan maar één of twee grote showcases. Maar doe hem dan wel rond die tijd ook. Eh, gewoon E3, 2, wat is het, 2018? 2018 2017, 2017, was, uh, 2017, 16, 15 waren een gouden jaren daarin. Ja. 18 nee, hadden ze dat, die dat halve tof, ja. van, oh, we hebben vier grote PS4 games en we hebben een paar dingetjes rondomheen. 2019 waren ze weg. Ja, ja dat ja opeens was 2019 niet die met uh, dat die met die blokfluit uh, nee, dat, dat was 2018, dat was, 2018. Oh, dat was ook al een blamage trouwens hoor ja. <laughs> 2020... dat was in 2017 was hun piek dan of 2016 dat toen Korovar werd onthuld dat was 2016 die ja, e die, die. Die. Ja. Oh, die was zo ijzersterk joh. Ja. Hey, um, maar dat soort shows mis ik gewoon twee tweeënhalf uur knallen ja en ik maar kijk dit is, dit is het andere aan het, aan het hele Ding, Want ik mis die shows ook, maar voor de uitgever zelf eerlijk is eerlijk. Is het wel beter dat het er niet meer is? Want je kunt ja, maar dat, dat, dat bedoelde ik net ook. Ja, want ze kunnen veel meer op hun eigen tijd, inderdaad. Van wat je heel vaak zag bij, bij Game Studios, dat ze dan de maanden in aanloop naar E3, waar ze met z'n allen aan het strijden om een vertical slice te krijgen, een soort kleine, toonbare demo van dit is wat de game moet gaan worden. Daar werd dan keihard aan geknutseld, zodat ze die demo klaar hadden voor E3, zodat het gespeeld kon worden door de pers. En die konden er dan previews van schrijven. En doordat ze daarmee die trailers dan konden gebruiken, die vervolgens tijdens de presentaties te zien waren. Dus op die manier is een E3 weghalen was, nou ja, is heel goed, want het, geen, het ge, zorgt ervoor dat er meer ruimte is om daadwerkelijk de ontwikkeling ja, te doen. Dat de 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 focus meer tijd, kan op de game blijven. De ja. Focus kan inderdaad op de game blijven. Anderzijds, Alleen is het voor de ervaring is het nu wel minder naar mijn. De, de marketingcyclus verandert gewoon compleet, ja. want in principe ja, je, je moet zelf een andere datum gaan bepalen wanneer kondig je het aan, ga je vervolgens je release datum daar ook weer op aanpassen. Da, al dat soort dingen zullen daar wel in in af in mee, ja. meewegen natuurlijk. Dus ja, op die manier, you, you win some, you lose some daarin. Ja, letterlijk. Ja. Ik, ik ben toch benieuwd naar, uh, naar jullie uh, mening, jongens. Denken jullie dat dit gewoon echt definitief is? Of dat volgend jaar ze nog één keer gaan doen dat het vervolgens faalt... en dat is dan de definitieve laatste, sp uh, laatste spijker in de doodskist? Of gaat het volgend ik, jaar door en slagen ze? Ik denk dat ze het nog wel een keer willen proberen. Maar het hangt er wel... Dit is wel echt leven of dood. Als het nu niet goed gaat, dan kappen ze ermee. Dat dus. Daar, daar, daar sluit ik me volledig bij aan. Kijk, het, het kan twee kanten op gaan. Of de ESA zegt echt van... Oh, weet je, we gooien het helemaal om. en we maken het nog even een stukje aantrekkelijker voor de uitgevers. Dat ze echt iedereen on board krijgen. en dat het weer de, de gloriedagen van E3 wordt. Of ze val, vallen toch weer een beetje terug in dat ritme. wat ze de afgelopen jaren hebben gehad. en dan wordt het compleet fiasco. en dan kun je het voor de komende jaren gewoon afschrijven. Ja, ik denk. Dan wordt het niks meer. Ik denk dat ze het wel kunnen redden. mits ze gewoon nu slim spelen. en zeggen van. Fuck it, wij zijn gamescom, maar dan twee maanden eerder. En dan voor Los Angeles. Dan moeten ze wel flink gaan aanpassen. Dat, nee. Nou valt mee, want E3 was de laatste jaren al veel meer op consumenten gericht. Alleen niet iedereen, het was gelimiteerd veel aan tickets, kleiner. En inderdaad, daardoor veel kleiner. Maar in ja. principe zouden ze het hiervoor kunnen doen, maar dan nou ja, dat je het op de Gamescom manier doet. Maak drie dagen pers van, of tenminste drie dagen pers, waarvan één of twee dagen overlappen met wanneer het publiek ook erin kan. En dan kun je ja. het op die manier eventueel doen. Dan hoeft de kan op die manier minder, kunnen ze minder geld vragen bij de uitgevers voor, van, voor, de, voor de ruimte die daarvoor kopen, omdat ticket sales het ter, uh, meer terug gaat verdienen. Tenminste, dat is dan de insteek waar hij op hoopt. Dat je... Het is Amerika hè. Precies. Ja, maar dat is dan de manier waar, hoe je dat moet doen. Want de uitgevers terugwinnen. Dat is het eerste wat je, wat je moet doen. En hoe ga je die terugwinnen? Lagere inkoopprijs. Lagere inkoopprijs ja. en het dan op die manier toch, exact. toch weer weten ja. uh, weer te fixen. En ja, daarvoor moet denk ik, is dat de enige optie. Als ze dat niet ja. doen en het is gekloten net zo aan zoals 2019 was. Dan denk ik inderdaad dat volgend jaar ook het allerlaatste jaar is van E3. Uh, als het überhaupt al doorgaat, want ook niet heel veel mensen zagen aankomen dat het nu definitief gewoon echt, ze zeggen, dat ze ook digitaal hadden gezegd van hé, hey, we, we doen gewoon niks. Want het is nou gewoon voor dit jaar zo klaar dat ik het niet zien aankomen in ieder geval. Ja, het laat wel ja, zien dat ze dus geen duidelijk plan hebben liggen. Nee, dat, dat is helemaal, dat is duidelijk inderdaad. Nou, Luc, wij hadden het er uh, woensdag, geloof ik, nog even over. Van, ja, ja hey, er, er staat nog geen vaste datum voor E3. Ja, maar het gaat sowieso wel plaatsvinden. Twee dagen later yep. <laughs> hebben we het erover, over dat het hey, niet plaats ja. gaat vinden. Hey, <laughs> dus, jongens, ja. ik, wil, ik, ik wil zo door naar PlayStation Plus. Maar voordat we dat doen, wil ik nog één ding zeggen. 2019 is het eerste en enige jaar ooit dat ik E3 heb meegemaakt. Dus <laughs> kunnen we zeggen dat... Ik mede verantwoordelijk ben voor het fysiek laten sterven van de beurs. Ja, ik denk het wel. Ik jij daar zag lopen. En toen dachten ze, ja jezus. Ja, ja dit, dit gaat nu weer lekker. Kijk, weet je wat, wat het mooie is? En dat heb ik destijds toen ik naar de E3 mocht, heb ik dat er ook op mijn Insta gezet. Dat ik vroeger als kind wilde ik altijd een keertje naar E3. En dat is letterlijk de hele fucking reden waarom ik voor dit vak heb gekozen. Omdat ik een keertje naar E3 wil. Ik, toen ik erachter kwam als tienjarige. Van, ja, ze vroeg bij. Ja, als tien, tien, elf jaar of zoiets was ik. Dat je er dan achter komt van, oh, je kunt alleen naar E3 als je media bent. Oké, okay, nou, dan gaan we de media, uh, dan gaan we de media. Dat doen we dat. Dat, is letter, dat was letterlijk mijn beweegreden. Inmiddels is het gelukt. En toen heeft E3 ook gewoon, toen heeft de ESA ook gewoon gedacht van, nou, Luc die heeft zijn droom gevuld. Nu zetten we er een punt achter. Het is goed geweest. Nou ja, als het zover gaat zijn, dan ben je wel echt net op tijd geweest. ja. ja dan weet je. Ik, heb je niet de mooiste E3 meegemaakt? Dat moeten we er ook bij zeggen. Hey, ik hey, heb Keanu Reeves E3. gezien, maat. Ah, live ja, dat op het is, podium. Ah, oké. Dat is ook wel awesome. Ja, dat is leuk. Dankjewel. Oh, jij was de gozer die schreeuwde van uh, Your <laughs> <Je> Breathtaking. <laughs> <Yes>. <laughs> ja. Nee, ik zag ik hem wel zitten. Ik zag hem wel okay. zitten. Hij ja, was wel ah, leuk. Sick. Uh, jongens, ja, laten we doorgaan naar uh, PlayStation Plus. Het uh, vernieuwde PlayStation Plus is aangekondigd. Gaat lanceren. Ja, shit, man. Ergens in juni. Begin juni vanaf de, bij de VS al in de buurt. En eind juni moet het ook overal in Nederland beschikbaar zijn. En het gaat nu werken via drie, ja, drie plannen, als het ware: Die drie tiers. Drie tiers, inderdaad. In Nederland zijn het drie plannen: je hebt PlayStation Plus uh, ja, Basis. Of uh, wat is de. Essential, heet het, Essential, me. PlayStation Plus Essential. Dat is gewoon PlayStation Plus, zoals je het nu kent. Dan heb je PlayStation Plus Extra, waarbij je dan een mini Game Pass bibliotheek krijgt met PS4 en PS5 games, waarvan Sony zelf al een deel heeft aangekondigd van dit zijn de games van ons die erin zitten. Returnal zit daarbij vanaf het begin. Oh. Uh, Spider-Man PS4, Spider-Man Miles Morales, uh, nog een aantal andere games. grootste ding daarvan is wel, PlayStation doet niet day-one releases van hun nieuwste games daarin. Dat is wel een kanttekening. En dat kost 13,99 per maand, geloof ik. Of... Ja, de Essential is even duur. Dus ja. als je losse maanden rekent 9 euro. Um, de, de Extra was 14 en de, de Premium, de duurste, was 17, dacht ik, per maand. ja dat Maar dan is... kijken we naar losse maandprijzen. Dus als je dat op, over meer maanden koopt, net als met normale Plus, zal je daar waarschijnlijk wel een leuke korting uh, of nou ja korting ja, wat... iets goedkoper prijsje vast. wat we er eventjes bij pakken we pakken eventjes gewoon de jaarprijzen erbij want voor PlayStation Plus hield iedereen eigenlijk altijd de jaarprijzen in de gaten en dat was voor PlayStation Plus Essential was dat dan uh, 60, euro per, uh, 60 euro per jaar voor extra wordt dat nu 100 euro per jaar en dan heb je nog als laatste PlayStation Plus Premium waarbij je ook toegang krijgt tot een collectie aan oudere klassieke games van PS1 PS2 PSP die zijn allemaal downloadable. Of tenminste, een deel daarvan is in ieder geval downloadable. En dan heb je ook nog PS3 games. Daar heb je ook toegang tot. En dat is via cloud streaming. Oftewel, dit is de PlayStation Plus Plus PlayStation Now tier. Want dat is eigenlijk gewoon wat er wat bij elkaar ja. gecombineerd wordt. En als enige, als kerst op de Tatische, dan de er nog bij... Je, zo, zo verkopen ze hem erbij. De kerst op de Drol noem ik het eigenlijk. Dan krijg je ook <laughs> nog game trials erbij. En dat is dat je ja. games kunt uitproberen in het begin. Dat kost 120 mm -hmm. euro per jaar. Oftewel de prijs van PlayStation Plus op jaarbasis en PlayStation Now op jaarbasis bij elkaar op en dat is PlayStation Plus Premium. En... Waarom het nou niet PlayStation Plus Deluxe? Dan had ik punten gescoord. Ja, je, ja ik denk overal over, ik, ik ga over. Ja, we hebben het uh, in de voorspellingen hebben we het hier over gehad. En toen heb ik hem ertussen gehad. Ja, klopt. ...dat we Ik dit jaar hier, zou uh, uitbrengen. Dus, oh, ja, 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 Prediction 4 zo, van ja. Stefan was... ...PlayStation introduceert Game Pass concurrent... ...op E3 2022. Ja, dat, dat, ja in, dat, de buurt, uh, in de buurt, in de buurt. Dat gaat niet meer gebeuren. Onder de noemer PlayStation Plus Deluxe... ...en heeft voor het einde van het jaar... ...1 miljoen abonnees. Die red ik wel. Nou ja, dat is sowieso één puntje daarop. Ja, de Game Pass introductie op E3... ...dat kunnen we gewoon niet goed rekenen. Dus, uh, ja, maar goed, dat, ja, dat weet uh, je jammer dit. Dat, komen nou, dat, uh, dat ja. zie ik. Oh, nou, laten we mijn maar verder, maar, verdere lijstje maar niet... Uh, nee, nou, daar komen we op het einde van ja, nog wel, uh, wel op terug. Ik ga alvast al even huilen, van. zie ik. Ja, dat is helemaal goed. Maar goed, ja, dit is dus een nieuwe PlayStation Plus. En er zijn eigenlijk gelijk al wat gebreken, of tenminste gebreken die mij opvallen in eerste instantie. En daar wil ik het eerst over hebben waarom ik eigenlijk nu al zeg dat het nieuwe PlayStation Plus zuigt. Reden 1: bibliotheek van klassieke games die je krijgt met de duurste tier alleen. Dus dan heb ik het over de PS1-games... PS... De retro, PlayStation... zeg maar. Ja, de retro-games. Um, PlayStation 3-games zijn via cloud-streaming. Als je echt zoveel zou geven om je gebruikers... dan had je nu wel geïnvesteerd in een fucking emulator zodat die, en die zou werken op de PS5. Er zijn al genoeg mensen die het zelf, op, op, die, zelf die taak op zich hebben genomen om het te laten draaien op PC. Dus je kan als Sony zijn, kun je daar gewoon in investeren. Laat gewoon zien dat je eigenlijk niet genoeg geeft om je gebruikers om dat gewoon op een normale manier behapbaar te maken. Dat is één. Reden twee: de klassieke games, tenminste tot hoe ze het nu bekend hebben gemaakt, werkt alleen op het systeem zoals Nintendo Switch Online dat doet. Van oh, we hebben de klassieke games en ze draaien allemaal op de Switch en uh, je kunt het gewoon gebruiken. Mits je het abonnement hebt. Alleen op die manier. Mm. Er zijn genoeg mensen die op de PS4. Allemaal PS1 games, PS2 games gekocht hebben. En die ze nu waarschijnlijk niet kunnen gaan spelen op de PS5. Om, eh, omdat die games gewoon niet beschikbaar zijn. Sterker nog, ik weet van mensen die. Eh, in hun PSN Store account. zeg maar terug zijn gaan kijken naar hun aankopen. Een groot deel van de, eh, van de oudste aankopen zeg maar, van klassieke titels. die zijn daar gewoon uit het overzicht gehaald. Van ja, je hebt het dan een keer gekocht. maar je kunt het daar niet meer in je geschiedenis terugzien. Oh, echt? Ja, dat is wel heel scherp. Ja. ja, dat, dat is Ik heel Ik zou mijn oude aankopen weghalen. Nou ja, kijk, de, de transactiebon, als het ware, die is weg. Misschien dat het te lang heeft geduurd, maar dat kun je gewoon niet meer terugzien. Maar je hebt ze in principe nog wel. Ze staan als het goed is gewoon nog op je account en je kunt daar nog bij. Maar ja, ja. je kunt het niet downloaden op, op uh, PS5 in ieder geval, want dat gaat alleen via de abonnementsvorm tot nu hmm. toe. Want dat is wat ze hebben aangekondigd via de PlayStation-blog. Ja, precies, maar. Als je die dingen op de PS4 gekocht hebt, is het dan niet gewoon backwards compatible? omdat het een PS4 emulatie is of zo. PS5 heeft, maar heeft tenminste nog geen. En dat, nou ja, met de informatie die we nu hebben, is er geen manier om, zeg maar, die klassieke games te downloaden naar je PlayStation 5. Mm. Dat komt wel met dat PlayStation mm, pl uh, Plus Premium. Maar ja, dat is dan alleen via die, via die dienst. En mogelijk brengen ze het daarna nog wel beschikbaar. Dat kan altijd nog een keer gebeuren. Maar voor nu is het in principe de enige manier die aangeboden wordt. Is via dat PlayStation Plus Premium. En dat kost toch dan of 120 euro per jaar. Of uh, even kijken, wat was het? 17 euro per maand. 17 euro per maand. Dat is duurder dan ik Xbox Pierce ja. Ultimate. Oh, ja, dat vind ik dus man. ook duur, ja. Dat is dan gelijk reden 3. Het is fucking. Het is ongekend. De prijs slaat helemaal nergens op. Nee, dat voor Goed, iemand anders een mening hierover. Nou ja, je hebt het dan een beetje gezegd. Ik vond de prijs hoog voor wat je ervoor terugkrijgt. Uh, want Game Pass is gewoon. Nou ja, ook qua, qua recente games heel interessant. Met al die Day One releases van zowel alle First Party spul als nou, hele toffe Indies. Ik heb ben Tunic ben ik nu mee bezig. Uh, die zit ook gewoon vanaf dag één in Game Pass. Mm -hmm. um, en dat was, als ik, ik, ik heb me niet helemaal ingelezen hoor. Ik weet niet heel, de details weet ik niet, maar ik weet in ieder geval dat PS4 en PS5 zitten in die, in die gewone tier. Maar ik ben dus heel benieuwd. In hoeverre die games die daar dus inkomen recent zijn. Of dat het allemaal oud speel is van twee, drie jaar terug. Ja, dat hebben ze dus ook nog allemaal niet aangekondigd. Dat, dat, dat is ook nog allemaal onduidelijk. Ja. Nou, kijk, als dat dus een beetje meevalt. En je hebt op dat front redelijk um, een vergelijkbaar concept met Game Pass. Minus, dus de echt de klassieke games. Dan kan ik er nog enigszins inkomen. Ja. Zeker als je die, die games allemaal kan downloaden. En ze op den duur ook gewoon Day One releases hebben van grote games die ze weer. Van van Xbox afpakken, het is niet helemaal handig voor de, voor de markt. Want ja, je, je sluit wel weer mensen uit op een, een soort manier. Um... Ah, ik, ik, maar dat, 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 daar kunnen we ook wel gelijk op inhaken. Ik denk helemaal niet dat Sony het geld heeft om day one releases op te nee, kopen. Nee, nee, nee. Kijk, Xbox heeft achter zich gewoon Microsoft staan. En daar staat nog net niet zo'n oneindig tekentje op de bankrekening. <laughs> Die hebben Bethesda opgekocht. En volgens mij heeft Microsoft dat in een week weer terugverdiend. Als moederbedrijf zijn. Hè? Mm -hmm. Ja, nou dus laten we het dus even. <coughs> ja. Oh, klaar. Dat was ook Activision. weer klaar. Dat is ook weer geregeld. Het was, ja, het is... was oprecht kleingeld voor ze. Ja, precies. Ja, het is wel ze, kopen, ze kopen die dingen op alsof het een snoepje is in de snoepwinkel. En bij Sony, ja, die hebben echt daar gewoon niet het budget voor. Nee. Waar, waar Xbox een stukje is van Microsoft, is PlayStation, denk ik, echt wel een fundamenteel gedeelte. In ieder geval een van de meest winstgevende gedeeltes van Sony algemeen tot nu toe. Ja, dat denk, ik, dat denk ik ook. Dat is, ja. dat is PlayStation. PlayStation is het meest uh, verdiend. Nou, volgens mij ook, want de andere divisies zijn lang niet zo winstgevend als PlayStation. Nee, precies. Ja. Dus ja, ik, ja, Roland, ik wil zo bij jou komen. Maar voordat we dat doen, voordat we naar jouw mening komen over het nieuwe PlayStation Plus en alles wat je daarover wil zeggen, eerst een klein bericht van onze sponsor: Deze X-Gencast is mede mogelijk gemaakt door Huawei. Meer mogelijkheden om je pols. Uiteraard kun je met de Huawei Watch GT 3 altijd goed de tijd in de gaten houden. Deze smartwatch gaat alleen wel een stapje verder, want op het prachtige 1,43 inch AMOLED display kun je meer bijhouden dan alleen de tijd. Meet je gezondheid, bel via Bluetooth en gebruik de AI van het horloge als je persoonlijke hardloopcoach. Met meer dan 100 sportmodi is de Huawei Watch GT 3 bovendien je favoriete coach tijdens het sporten, terwijl je alles in een handomdraai kunt bedienen, waaronder de muziek. Met een batterij die tot twee weken mee kan gaan, is je volgende horloge kiezen niet moeilijk meer. Al helemaal omdat je de Huawei Watch GT3 naar hartelust kunt personaliseren. Check snel de link onder deze podcast voor alle details. En wie snel profiteert, krijgt ook nog eens gratis een paar Huawei Freebuds via Ikado. Yes, daar zijn we weer. Dankjewel, Huawei. Roland. Ja. Brand los. De, 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 de grootste zuurpruim van XGN <laughs> bewaren we voor het laatst. Daar gaan we. Ja, oké. Okay. Uh, hoe lang mag mijn RAN duren? Even kijken. Je hebt een goede 10 minuten wel. Oké. Okay. Fuck Playstation. Oeh. Echt fuck dit. W wat wil je hiermee bereiken? Kijk, toen, ze, uh, toen, toen het eerst al een beetje naar buiten kwam van hé, hey, we willen een Game Pass concurrent maken, oh, hield ik al mijn hart vast van. Zij gaan spelen op die oude klassiekers. Weet je een beetje wat Playstation nou ook voorzichtig doet? PS1 games, PS2 games. Van oh ja, dan kun je die gaan spelen. En dan moet je daar. Uh, wa wa wat zei je dat het was? 17,99 voor betalen per maand? Uh, 16, 100, 17, euro. 17 euro. 17 euro per maand. Ja, en 120 euro per jaar. Ben je helemaal gek in je kop geworden? Echt, wat, wat wil je hiermee bereiken? Dat, ik kan me niet voorstellen dat iemand dat voor zijn plezier gaat betalen. Tenzij ze echt denken van. Oh, ik wil mijn nostalgische gevoelens uiten. Ik wil die oude games weer spelen. De grap is altijd. Als je die oude game speelt, ik heb een tijdje PlayStation Now gehad. Ik dacht van, oh ja, ik ga Red Dead Redemption 1 weer spelen. Want ik had me heel erg vermaakt met deel 2. Ik speel Red Dead Redemption 1. Dan denk je van, uh, het speelt niet helemaal zo goed meer. En het is niet even ja, fijn meer. Het en... het ook, dat is het ook. Met PS3 moet je alles streamen, omdat ze nog steeds niks kunnen emuleren. Nee, oh, ze, ze hebben maar. daar niet in geïnvesteerd. Ze hebben er gewoon echt niet uh, in geïnvesteerd. Nee, precies. Het is uh, gewoon uh, letterlijk uh, PlayStation Nou een ander naamplaatje. Ja, exact. En dat vind ik dan ook ja. een issue. Als jij dit, dit zo gaat aanbieden, prima, maar geef dan ook gewoon volle emulatie. Jullie hebben die consoles gemaakt, jullie kunnen die emulatie gewoon in je PS5 zetten. Ja, het is, het is, lastig, met de, het is lastig met de PS3 vanwege die celprocessor, processor maar dat hebben ze zelf destijds ik. ooit gedaan. En ze kunnen erin investeren, maar ze doen het niet. Ze weigeren te investeren in een goede ja. PS3-emulatie omdat exact, ze maar dan zelf ook weten dat het gewoon niet genoeg oplevert. Ja, maar, maar, dan, maar dan weiger ik ook te investeren in een PS Plus ja. Premium. Want, de stek nee, maar erin. Ik, heb ik, daar, ik, net ook ik zeg, krijg daar geen meerwaarde aan. Ja. Nee, precies wat ik net ook zeg. Daarom kijk ik, als ik überhaupt zoiets zou kopen voor PlayStation... dan is dat puur dat middelste, um, <clears throat> dat middelste abonnement... waarbij je PS4 en PS5 games krijgt. Als daar op den duur titels inkomen die ofwel heel recent zijn... Of nou ja, op dag 1 misschien wel. Misschien hebben ze daar uh, bepaalde deeltjes voor. Kijk, dan wordt het interessant. Ja, dat het oude spul. Ja, daar da, da, da ben ik dus inderdaad benieuwd naar. Kijk want je ziet hier nu de, de titels die tot nu toe aangekondigd zijn. Death Stranding, God of War, Marvel Spider-Man, Spider-Man Miles Morales, Mortal ja. Kombat 11, Returnal. Het zijn allemaal games die ik in ieder geval op <kwijnt> Mortal Kombat na, allemaal games die ik day one wilde spelen en dan waarschijnlijk wel kocht. Nou, dat staat dus niet Excellent. op Play, dat komt niet op PlayStation Plus uh, Extra, premium of de essential variant. Nou ja, laten we eens uitgaan van extra en uh, uh, premium. Daar ja. komt de Day One niet in te staan, want ze hebben heeft Jim Ryan zelf gezegd, we nee, investeren nee, te veel in die games om dat gelijk daarop te dumpen. En dat snap ja. ik wel, maar dan moeten wel, het moet minimaal een platform zijn dat als ik denk van, oh, ik wil dit nemen, dan moeten de games of zo snel opstaan dat ik niet de kans heb gehad om ze met een seal te kopen. En ze moeten daadwerkelijk goed genoeg zijn dat ik ze daadwerkelijk ook wil gaan spelen. Want dat heb ik nu met Game Pass zelf vaak. Dat de games zijn van, oh ja, daar ben ik wel in geïnteresseerd... ...en misschien probeer ik het een keertje. Maar al met al verschuift het toch, verschuift het toch wel weer van... ...oh, ik ga het nu proberen. Nee, volgende maand. Oh, volgende maand. Daarom heb ik ja. mijn abonnement ook stopgezet. Want uiteindelijk gebruikte ik het gewoon te weinig... ...omdat er steeds wel grotere games waren die voorrang kregen... ...op wat er op Game Pass ja. staat. Nee, maar kijk, de, de, nou ja, kijk, ik hou dus heel erg van Game Pass... ...omdat op het moment dat de Forza Horizon 5 of Halo Infinite... ...toen die uitkwamen, kon ik ze gelijk vanaf dag 1 kon ik ze spelen. En ik vond dat fantastisch, want ik keek ja. heel erg uit naar die games. Ja. En dat is ook gewoon echt een hele grote factor voor Game Pass, is dat jij gewoon een nieuwe release gelijk op dag één kan spelen. Nou, je hebt nou, die blacklists ik... er gewoon tussen zitten. Exact. Nou, snap ik. Sony heeft daar niet het geld voor. Ze investeren heel veel in en exclusives Prima. Maar dan mis je, volgens mij, als jij een Game Pass concurrent wil maken, mis je een beetje het van wat Game Pass zo succesvol maakt en wat het zo aantrekkelijk maakt voor de consument, ja, nou, snap ik, je biedt ze niet gratis aan, maar waarom zeg je niet van hey, als je PlayStation Plus extra hebt, dan krijg je 10 euro korting op een nieuwe PlayStation? En weet je, een, een uh, day one krijg je gelijk 10 euro korting op een nieuwe first party titel. Ja, als... dan, dan, dan kom je al een beetje tegemoet. Kijk, ja, het, maak het aantrekkelijker. Ik, ik zeg. Exact. Ik zeg niet van, ja, geef ze dag één gratis. Want ja, alleen een Microsoft kan zoiets doen. Omdat ze gewoon, ja, honderden miljarden er nog achter ja, hebben staan. En zelfs voor hun is het niet, het is niet dat het winstgevend is. Hè? Wat elke, nee, wat Spencer, nee, het is gewoon marktaandeel pakken. Erom. Wat Phil Spencer de elke keer zegt, en dat is heel specifiek met zijn wording, het is sustainable. En sustainable betekent niet winstgevend, waarschijnlijk zelfs het maakt verlies. Maar het is ja. wel een ingecalculeerd verlies wat we kunnen leiden. Exact, ja, precies. En dat is het voordeel van Microsoft. En ik snap dat Sony dat niet kan doen. Maar kom in ieder geval een beetje tegemoet. Want nu, als ik naar die prijzen kijk, en waarschijnlijk bij de PlayStation Plus extra, waar je PS4 en PS5 titels krijgt. Ik verwacht dat dat titels zijn die meer dan een jaar oud zijn. Ja, nou, kijk, en daar dan... wil ik dus nog wel, daar wil ik zo meteen nog op komen. En voordat we het verder gaan, wil ik de prijs nog even een kanttekening erbij zetten. Xbox Game Pass. Ultimate, of welke variant dan ook, kun je niet afnemen op jaarbasis. Je kunt voor. Nee, Xbox... het is per één maand en drie maanden, weet ja. ik. Ja. Voor Xbox Game Pass kun je voor zeg maar de console of PC variant daarvan, de losse. Dat is tientje per maand standaard. Dus dat komt al met al op jaarprijsbasis. Komt het precies uit met dit, met dit plan. Ga je voor Ultimate, Ultimate is 13 euro per maand, kom je uit op een kleine 156 euro. Dus in dat opzicht is dit wel de duurste variant van dit abonnement, is goedkoper. Met Moet ik wel zeggen. Een marge van 30 is... tot 40 euro. Er zijn bepaalde uh, manieren grijsgebied om. Niet meer. <laughs> <laughs> er wa was inderdaad een, de afgelopen week toen het aangekondigd werd op dinsdag, toen kon je de hele dag lang nog bij bol.com kon je PlayStation Now-abonnementen kopen voor een jaar voor twaalf maanden, want die waren oh. nog beschikbaar. Als je die inwisselde, dat stond op PlayStation blog namelijk. Als je uh, alle resterende wat je had, werd vanaf juni omgezet automatisch naar PlayStation Plus Premium. Dus er zijn mensen geweest die hebben voor drie jaar PlayStation Now gekocht. Zodat ze op die manier als het ware 180 euro besparen op drie jaar PlayStation Plus Premium. Ja. Maar ja. inmiddels zijn al die kaarten op. Uh, bij Mediamarkt hangen ze <laughs> nog wel in de winkel hier en daar. Maar die worden gewoon niet meer verkocht. Want wanneer je bij de kassa komt, dan zeggen ze van ja, dat kunnen we niet meer inruilen. Dus jammer, helaas, pindakaas. Ja, precies. Nee, maar je hebt voor Xbox heb je ook uh, dezelfde truc. Dat ja. je gold kan kopen op een goedkope manier. Uh, en dan één maand Ultimate koopt en al, al je gold wordt omgezet. Zo heb ik het vorig jaar gedaan. En ik heb nu dus drie jaar ja. Game Pass Ultimate nog lopen voor. Nou, zal ik, het zijn. Ik weet dat er in um, Adject. Ja, je kunt ook geloof ik. Um, ik geloof de Braziliaanse versie kun je kopen van Xbox Game Pass Ultimate. Ja. En dat wordt automatisch omgezet naar een Europese variant via een bepaalde route. En dan kun je voor iets ja, van... Ik kan het zo doen inderdaad. Of je, je kan de dus Turkse... Turkse Xbox Live Gold kaartjes kopen voor 30 euro <laughs> de jaar. En als je nog nooit Game Pass Ultimate hebt gehad, kan je dat dus upgraden voor 1 euro. Ja. En anders betaal je 13 euro eenmalig. En dan worden die, al die oude gold manen worden omgezet naar... Uh... Ultimate, maar, ja. maar goed, dat is een maar, grijs gebied, dus ja. laten we het niet meer ja. Precies, we hebben, we hebben het over de standaard en op standaard manier is dus PlayStation Plus Premium dus goedkoper dan Xbox Game Pass Ultimate. Ultimate is natuurlijk wel de voorwaarde dat je alleen zowel PC, dan heb je PC, Cloud Gaming en um, ja. Xbox. Mocht je gewoon ja. voor, één voor één standaard variant willen, omdat je maar één console hebt of iets dergelijks, dan kun je gewoon gaan voor die van 10 euro per maand en ben je net zo duur uit. Ja, Precies. en kijk, er is nog wel een dingetje wat Game Pass ook nog wel een beetje ding doet. Het zijn namelijk niet alleen first-party titels die constant day one verschijnen op Game Pass. Regelmatig zit er ook nog een third-party-titel tussen. Zoals afgelopen jaar Outriders en Back 4 Blood bijvoorbeeld. Ja, ja of Game Guardians, die twee... yeah, of, of, Guardians of the Galaxy, die twee man release er al op staat. Ja, ja ik, ik reken dat ook wel mee in de waarde, zeg maar. dan is Game Pass het wel echt. Ja, maar dat, dat is het... Aanzienlijk meer waard. Maar dat is het probleem van PlayStation Plus Premium. We weten nog niet alles, want we weten niet wat die volledige nee. bibliotheek is. Sony zegt zelf dat elke grote publisher in ieder geval aansluit bij PlayStation Plus uh, Extra slash Premium. Dus dat er wel grote games opkomen. En als we kijken naar de PlayStation Plus Collection, moet ik heel eerlijk zeggen, alles wat daarop staat, gewoon... Qua die, gewoon, gewoon puur het lijstje van die 20 games destijds. Nou ja, vanaf mei gaat Persona 5 daar af. Uh, dat is ook aangekondigd deze week. Dan... Zijn dat kwalitatief gezien? Zijn dat doorgaans ho kwalitatief hoogstaandere games dan wat er op Game Pass te vinden is? Als ik daar gewoon heel objectief, nou ja, objectief naar, naar zou moeten kijken, zijn dat wel gewoon de betere titels. Een God of War staat daarop, een Last of Us Remastered staat daarop. Uh, da gewoon echt de, de, de hoge, de echte triple-triple-e titels. Ja, er zitten mooie titels tussen. Maar ja. zijn wij dan wel de juiste doelgroep voor deze PlayStation Game Pass-collectie? Uh, Want. Kijk, wij hebben natuurlijk, wij kopen alles op dag één, of we krijgen het. Of in ieder geval, we spelen het vaak binnen afzienbare tijd na release. Ja. Um, maar goed, ja, de, de, de industrie en de markt bestaat natuurlijk ook uit een heleboel mensen die ofwel voor het eerst nu weer een PlayStation kopen, of heel lang geen PlayStation gehad hebben. Uh, of net voor het eerst een PS5 halen en nog geen games hebben. Kijk, dan uh, met in je achterhoofd een adviesprijs van 80 euro per nieuwe game. Die Sony gewoon ook meerekent. Ja. Kijk, dan is zo'n alternatief natuurlijk wel interessant. Omdat als Returnal erin zit. Als Miles Morales erin zit. Uh, ik, ik weet niet of Redstone Clank er ook in zit... Maar noem een paar recentere titels in ieder geval. Als je die erin zit en die wil je spelen. Nou ja, drie keer 180 of drie keer 80, dat gaat snel. Ja. In en dan is het. En dan is het twee, twee games, je dan al uit. Twee games van een jaar. Ja. Precies. Ja, dat... Om het een beetje te verdedigen. Omdat we anders ja, zitten we alleen maar. Nee. Te ja, nee, dat, dat klopt. Maar dat, kijk, dit zijn gewoon dat zijn de, de vragen die wij hebben. En. Natuurlijk, kijk, ik moet, ik moet zeggen, ik vind het gewoon een hele shitty move om te, om te gooien van, ja. weet je, je moet de duurste variant kopen, wil je de retro games erbij krijgen. Dat vind ik gewoon yeah. echt, dat vind ik echt een... Een, ja, een schop nagen of tenminste, een, je meest trouwe fans die geven je in principe een schop na door te zeggen: van... Hey, jullie zijn al bij ons sinds, sinds het allereerste begin. Die middeltier, waarschijnlijk heb je daar niks aan, want je hebt al die games vrijwel zeker al een keer gespeeld. Want je zit al zo lang en jullie zijn de trouwste fans, dus waarschijnlijk heb je het al gespeeld. Mocht dat niet zo zijn, nou kijk, er zit ook nog wat leuks voor je tussen misschien. Oh, maar je wilde, jullie willen de retro games, ja, dat snappen we natuurlijk wel, want jullie zijn onze trouwe fans. De nostalgie, die willen we terugkrijgen betaal nog maar een paar euro meer per maand. Paar, betaal het, op jaarbasis nog maar 20 euro. Ja, had dat omgedraaid bijvoorbeeld. Hoe te zeggen dat van... je een PS Plus Essential, PS Plus Retro... en PS Plus Complete of zo, ik noem maar wat. Ja, ja zoiets. Maar goed, ja. Maar, Wij werken ja. hier bij Sony helaas. <laughs> nee, Er nou, ja, is wel vast een reden voor zijn. Maar ook doordat, zeg maar, doordat het retro deel... toch nog steeds zo gebrekkig is. Want die PlayStation 3 games... daar komen ja. we dan toch weer op terug. Terwijl een Xbox, nou ja... Xbox Game Pass heeft meer, heeft meer recentere games, wat niet per se altijd beter is. Maar doorgaans is het, het, het aanbod is aantrekkelijker. En retro-games werken in veel grotere ma uh, mate. En met native uh, emulatie op de console? Native emulatie op de console? En waar ik nog FPS boosten eventueel nog ja. bij. De resolutiebump die je erbij hebt. Dus Precies. ja, voor retro games ben je nog steeds beter uit als je er voor de Xbox gaat. Dus, ja, dus de vraag waar. is van maar... voor, voor wie is nou dat PlayStation Plus Premium? met die nou ja, de retro PlayStation games. Dan denk ik van, nou dan ga ik wel op de marktplaats kijken voor een uh, PlayStation 3 voor 50 euro. Al ja. gaat de PlayStation Store daar er wel vanuit. En dan is het alleen PlayStation 2 en PlayStation 1. Maar daar hou ik mijn PS4 wel gewoon in de kast liggen. Want daar kan ik al die games gewoon los op kopen per game die ik wil. Ja, ja nou, wat ik zei. Als ik één tier zou moeten kiezen. zou ik ook voor die eerste gaan. Gewoon puur. Hopend. Kijk, je gaat het nu nog niet aanschaffen. Maar ik hoop dat in de toekomst. inderdaad qua content of qua titels. Een uh, concurrerend aanbod komt vergeleken met Game Pass. Ja, ja, extra zou ik voor nu nog inderdaad in de gaten houden. By God, als ze ooit. Weet je, PlayStation, ik zie het nog wel gebeuren dat ze daadwerkelijk een PlayStation 3-emulatie achter de hand houden. tot op het moment dat ze een keertje echt een goede. Oh, we hebben, we hebben public opinion nodig. Dan houden we dat achter de hand voor, voor dat moment. Yeah. En dat uh, is een slimme tactiek, want in principe kunnen ze het doen. Het, het is een beetje de, 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 de Nintendo-aanpak die ze kiezen ja mijn ja en dat is voor ons kut maar we hebben het er ja. nu mee te doen en weet je, de door... mainstream slikt het vaak wel dat is het probleem precies da daarom en voor nu moeten ze bij ons bijvoorbeeld even door de stront maar uiteindelijk zal het vanaf juni weet je als er een keer echt een goede deal komt zoals PlayStation Plus dat wordt natuurlijk vaak gewoon goedkoper op een gegeven moment uh, met met een paar sales dan hebben we het over Black Friday en in juni hebben ze dus vaak ook die sale ja, 2 keer per jaar meestal. Ja, en als er dan 25% afgaat, zelfs wat die 120 euro stelde, gaat 25% af. Dan is het ineens misschien van, nou weet je misschien. Want dan bespaar je ineens bijna 25 euro op PlayStation, ja, op PlayStation Plus Premium voor een jaar. En dan is het Als nog... je er een paar games uit speelt, heb je het er in principe al uit. Precies, en dan, nou ja, dan is, het nog, vijf, dan is het nog eventueel 95 euro voor die retro die je voor een volledig jaar bijvoorbeeld. En dan denk ik van, nou weet je, misschien kan ik dat op zich dan wel doen. Maar ja, dat, uh, dat moeten we afwachten. De games weten we ook verder nog niet zo heel veel van. We allemaal, ik wil nog even snel één game per persoon, welke game moet opkomen voor die retro dat je hem wel daadwerkelijk wil gaan spelen. Oeh, jeetje, dan vraag je me wat. Nou of the blue. Mm. Het is heel, heel, heel gemakkelijk. Lego Razors, baby. <laughs> maar dat is echt. Fair. Maar, is de PC-versie net zo als de, de console-versie? Want ik heb de PC-versie vroeger kapot gespeeld. Le Geef maar Lego Razors 1 of 2. Ja, dan en dan 1. Nee, dan gaan we ook. Nee, dan dan, nee, dan, dan moet twee. je ook gewoon gelijk voor 1 gaan. 2 ah, okay, is... is een inferieure sequel. Ja, dat is nou. nog steeds wel redelijk goed hoor. Ik, ik, ik zeg wel, als er daadwerkelijk PS3 emulation zou komen, dan wil ik Metal Gear Solid 4 nog wel een keer spelen. Maar ja, de, ja, ja. Maar dan moet ik wel een native ja. hebben en als dat niet zo is, dan uh, laten we het uh, ik lekker ga niet streamen. Ik ga, ga het bij. niet streamen, okay. nee. Jongens, dus, wat we gaan doen, we gaan gewoon lekker door. Het is tijd voor de claim corner. En dat begint deze week weer met PlayStation Plus. Wie wil hem aftrappen? Zal ik beginnen? Ga je gang. Als PlayStation fanboy, nee, valt mee. Nee, PlayStation Plus. Uh, we hebben een aantal games nog staan tot 5 april. Want uh, volgende week uh, knallen de nieuwe games er natuurlijk in. Uh, tot 5 april kun je nog claimen: Ghost Runner, Ark Survival Evolved, Team Sonic Racing. En Ghost of Tsushima Legends. Heerlijke tongbreker. Dat is de multiplayer-uitbreiding die standalone is uitgebracht. En alle vier de games kan jij tot 5 april. Uh, ...claimen we na volgende maand... ...want de uh, games van april zijn al bekend... Um, ...is Hood, en Legends, Slay the Spire en Spongebob. Maar daar komen we volgende week nog wel weer op terug. Ja, dat gaan we inderdaad doen. Roland, wil jij door met de Games with Gold? Ja, die Games with Gold... ...die kloppen niet helemaal meer... ...maar in ieder geval de eerste die is nog wel... Uh, te krijgen, dat is uh, Street Power Soccer. Die kun je nog downloaden tot, of claimen tot 15 april. En dan moeten we eigenlijk even. Oh, op... die heb ik voor je. Vanaf april oh, heb dit, je verder, vanaf 1 april. Dus vanaf vandaag tot en met 30 april. Another site. Vanaf 1 april kun je ook Outpost Ka Kalokki... Kaloki X. O, post-Kaloki X die ik tot Xie. met 15 april <laughs> downloaden. Dan, oh ja. De dag daarna kun je met twee nieuwe games aan de slag om te downloaden. De eerste daarvan is MX versus ATV Live. En de andere is U. Ah, ah ja. U is wel leuk. Dan U is we het... wel een leuke platform. Ja, en dan moet je het natuurlijk wel lezen als Philips. Philips U. <laughs> oh ja. Dat heeft er wel wat van weg. Ja, tuurlijk. Ja, oké. Okay. Ja, weer echt... Uh... Jammer dat die game geen Philips hier ondersteuning heeft. Dat zou eigenlijk <laughs> een gat in de markt zijn. Dat zou dat zou, dat zou, dat mooi zijn. Eigenlijk, dat zou wel een goeie zijn, inderdaad. Ja. Ik zie je collab aankomen volgend jaar in april. Wil iemand uh, door met de uh, gratis games van Epic Games Store? Uh, ja, die kan ik wel, wel gelijk even doen, aangezien ik games with God net helemaal geboocherd heb. <laughs> uh, ja, deze week kun je eigenlijk gratis claimen: City of Brass en Total War Warhammer. Uh, niet de tweede, niet de derde, maar de eerste alsnog een heel toffe game dat kan tot 7 april en daarna komen er weer een paar nieuwe gratis games in de Epic Games Store en dat zijn Rogue Legacy en The Vanishing of Ethan Carter Yo, Rogue Legacy is oprecht dat is een van mijn favoriete indies alle tijden dat is echt oh, een van damn. de beste roguelike indies ooit gemaakt het is een 2D pla roguelike platformen in principe yeah. waarbij je een kasteel moet infiltreren Um, en vier grote bazen moet verslaan. En dan vervolgens kom je, nou ja, kom je tegen de uiteindelijke de, de eindbaas. Alleen, het is, veel, het is zo chaotisch. Dat je. Nou ja, je gaat best In het begin ook best wel moeilijk. Daar ga je best wel vaak dood. Maar elke keer krijg, hou je je goud hou je bij je. En dat kun je dan gebruiken om vervolgens upgrades te kopen. Net als een echte roguelike. Alleen het ding is. Elke keer dat je doodgaat. En daarom heet het Rogue Legacy. Elke keer mm -hmm. dat je doodgaat. Gaat je afstammeling. Die neemt volgens het stokje over. Dus dat was, wordt dan je, je eerste zoon, je tweede zoon of je derde dochter bijvoorbeeld. Op die ja. manier. En elke keer hebben die speciale traits. Dus je kunt zomaar in één run kun je hebben dat je kleurenblind bent. Is alles in zwart-wit. Een andere uh, run ja. kun je hebben dat je nearsighted bent. Dan is alleen alles wat heel dichtbij je is, is gewoon volledig scherp. De rest is blurry as fuck. Dat is wel wel Oké, okay. ja. dat, dat is wel tof. Het is dat fantastisch is gedaan. Mechaniek. Die moet je echt, echt spelen als je die nog niet gespeeld hebt. Nou volgende okay. week. volgende week mag je het nog een keer benadrukken, Luc. Oh, ja, als... dan mag je je sales pitch er nog even ga in ik, Ga ik zeker doen. Maar voor nu hebben we eerst de Prime Gaming titels. Die zijn namelijk ook beschikbaar vanaf vandaag. En dat zijn... The Elder Scrolls 4 Oblivion, Game of the Year Deluxe Edition. Plants vs. Zombies, Battle for, Battle for Neighborville. Monkey Island 2 Special Edition, LeChuck's Reve Revenge. Nanotill, Typing Chronicles, Guild of Ascension. Turnip, Turbit Commits Max... Tax evasion. Rustig Jesus. Rustig. Tur turnip commits tax evasion. Ja, dat klinkt fascinerend. Galaxy of Pen and Paper en House of Thousand Doors Family Secrets. Dat zijn de PlayStation. Uh, de Prime Gaming titels van deze maand. De reageren en win. Ja, 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 ja. Is ja, 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 ja. overrated. De reageren en win. Die hou ik nog even geheim, want die hebben we officieel nog niet bekendgemaakt op xgm.nl. Tegen de mensen hier naar luisteren wel. Maar ja, we nemen live op. Dus dan moet je toch gewoon eventjes voor naar xgm.nl gaan. En als laatste hebben we dan nog de Fantasy Critic update. Ja, gaan we verder. En daar ja, sta ik graag even bij stil. Ah, rot op man. Ah, fuck Het enige wat ik nog kwijt leuk wil... Meer. Nee, het, het enige wat ik nog over kwijt wil... Is dat ik eigenlijk nog deze week een, 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 een nieuwe game erin probeer te zetten. Maar... Ik, ik wou een bieding doen, maar dat kon dat is de niet. Laat, want... zeker. Want het is een, nee, een director's cut. Het is uh, namelijk de, 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 de Stanley Parable Ultra Deluxe. Uh, oh ja, en die is dan officieel ja. uitgekomen. Dus. Nou, ja. jongens, ik, uh, ik ga het makkelijk voor jullie maken. Er zijn nieuwe games uitgekomen die punten hebben opgeleverd. Namelijk Weird West is uitgekomen. Ja, die staat mij. bovenaan. Nee, ja, laten we gaan. Ja, geweldig. Superleuk. Es en Breath ook... of the Wild 2 is uitgesteld, dus daar krijg je geen minpunten voor. Uh. Fuck you. <laughs> Dat klopt. Daar mag, die kan Stefan wel droppen en dan volgens een nieuwe voor kiezen. Ja, maar je hebt alles afgeleend. Ja, nou, hoe... Ik vergeet elke keer die biedingen te doen. Dat is dag. Waarom mag het niet meer? Verder waren er vorige week inderdaad biedingen gedaan. En die hebben we ook besproken. Roland was daar ook gewoon bij. Dan ja, ik was, was hard aan het werk. Xenoblade Chronicles 3 en Hogwarts Legacy. En die staan nu allebei op het lijstje van Luc. Want ik had. Ja. Ja. oh ja, natuurlijk. Jij was het weer allebei. Ja, ja ik was het niet. Want ik was Martijn. aan het werk. En ik voelde opeens een dolk in mijn rug. Ik denk, hè? <laughs> Ah, oh, wacht, ik moest wat dingen kopen. Ja, ik was daar weer vergeten. Oh, ja. jongens, ik heb een jongens, tientje jongens. per game uitgegeven. En, uh, koopje. Ja, een koopje per stuk. En nu sta ik, heb ik nog een budget over van 50 dollar, Stefan 85 en Roland 97 dollar. Jongens, jullie kunnen wel zeker dat ja. ik op de meeste punten sta, maar ik heb ook al de meeste games uitgekregen. Ro uit, Roland gaat gewoon zijn. tijdens E3 investeren. Oh, wacht. <laughs> <laughs> Oprecht, het was wel een van mijn ideeën. Ja, ja E3, dan wordt er weer. Ik ook het het budget overhouden. Oh, yeah. Maar ja, dat hoeft okay. nu niet meer. Dus we kunnen nu wel allebei. Nou, Luke, helemaal de tering inbieden. Nou, en volgende games. Ja, klopt. We, we hebben nog Summer Game Fest. Hè, dus die ja, oké. Okay. Kijk, al die prime gaming uh, troep krijgen we ook <laughs> ja. nog. Prime Matter. <laughs> ja, precies. Ja. Summer Advertisement Fest. Ik zit er klaar ja. voor. Maar goed, dat is dus, uh, zijn dus de standings van de Fantasy Critic. Yeah. Ik sta keihard voor met 101 punten. Uh, Roland staat op een. Uh, Laatste plaats met 10 punten. En Stefan staat er tussenin met 52 punten. Oh jee, yeah. ik, voel, ik, voel ik, ik, ik zie hem lopen. Ja, weet je je, kom, je, je, je bent nog in de buurt. Roland die, Roland die rent de verkeerde kant op. Ja, die Pokémon heeft ze ingehakt toen. Ja, die heeft er zeker ingehakt, ja. Maar dat ja. ga ik ook nog wel krijgen, ja. want ik heb ook twee games die er nog tussen staan. Dus... Ik, ik ga gewoon zorgen dat Breath of the Wild 2 dit jaar alsnog uitkomt. Ja, gaan Roland, ik kom voor ook nog, als het goed is. Ja, dat, dat wel, dat, dat, dat wordt nog wel Ja, maar schampen, die eigenlijk. minpunten die had ik ingecalculeerd bij jou. Ik had gewoon gehoopt dat jij min ja, 20, 30 punten ook, zou ja, krijgen. Ik ben er zeer blij mee dat het niet, dat het niet ja, gebeurt. Dat ja, dat weet ik. Ik je... iets minder blij. Ja, dat snap ik ook. Maar goed, weet je, we gaan het, we gaan het zien. Het ja. jaar is nog lang. We zijn pas in week nummertje uh, 13. Dus, uh, weet je, er zijn nog uh, genoeg weken te gaan. Ja, genoeg weken. Ik, de vraag is zo eerder: hebben we genoeg games nog die dat, nog uit gaan komen? Dat die is kan de vraag, doen? maar dat weten we voor nu niet. Wat we wel weten is welke games we gespeeld hebben deze week. Roland, wil jij je daar als eerste over vertellen? Uh, ja, weet je, ik ga gewoon heel kort het, 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 het lijstje een beetje af wat ik heb. Want in principe is er niet veel veranderd ten opzichte van vorige week. Ik heb weer uh, The Wire gekeken. Ik ben nu bij seizoen 3. Ontzettend leuk. Ik ga die serie kijken. Uh, Destiny 2, The Witch Queen, Ja, ik bedoel, daar blijf je mee bezig. Ik ga die missen bij jou. Maar. Ik ga hem misschien de... kopen volgende week. Toch wel? Goed zo. En ik ga je nu oh. aanhouden dat je het ook daadwerkelijk een keer gaat spelen. <laughs> Jesus Christ. Hij zegt iedere keer: We gaan weer Destiny doen. En iedere keer kom je niet opdagen. We hebben het volgens mij in het afgelopen jaar. hebben we maar twee keer Destiny gespeeld oef, samen. Oef, oef. Terwijl je helemaal vast van, ja, als jij weer gaat starten met Destiny, ga ik ook meedoen. En weet ik wat? Ik heb je helemaal niet gezien de afgelopen jaar, dus kom maar en echt aanhouden. We hebben het nu, maar, in... we hebben staan. nu op beeld staan. Nu kan kijk, ik weet, het niet weet je, jongens, kijk, we hebben de afgelopen, afgelopen maanden was het natuurlijk gewoon review season. Dan weet je, het is gewoon druk. Er zijn ja. veel reviews. Dat seizoen is nu bijna voorbij, bijna voorbij. Ja. Ja, wel enigszins. In ieder geval tot aan juni. Nou, ik weet dat Luc nog bezig is, maar verder is, daarna is het wel afgelopen. Volgende week is het voorbij. Precies. Ja. En dan maar daar mogen we verder tijd. nog niets over zeggen. Nee. Dan kan ik Cyberpunk eindelijk uitspelen. Of nou ja, beginnen en uitspelen een keertje. Oh nee. Oh, dat doe je even. Daar ben je ook wel even mee zoet no, Ja, ik van... ben er ook wel even mee bezig. Nou die kan dan in ieder geval. Uh, dan kan ik eindelijk Legends Arceus uitspelen. <laughs> die ik wel eens Wie bezig. wil dat überhaupt? Ik. Nou, een ja, nou. van de games waar ik deze week dus aan begonnen ben is Pokémon Sun op de 3DS. Uh, waarom, we... waarom speel je zoveel Pokémon, man? Ik snap dat echt. <laughs> en dan zegt hij dat hij geen tijd heeft. Gaat hij die troep spelen? Ja, nou, ik zei uh, 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 Ja, nee, ik, uh, ik heb geen tijd. Uh, ik kan geen Disney dus, dus, doe. ja, doen. Pokemon ja, ik moet nog Pokémon Want Dat Pokemon heb ik nog nooit speelen, gedaan. Ja. Ja, Jongens, dit of is een hele simpele reden. Dit is zeg maar gewoon op de 3DS. Die kan ik gewoon even bijpakken wanneer ik in bed lig. Gewoon omdat ik nog niet kan slapen. En dan ga ik gewoon even snel. Een beetje, beetje levelen, beetje... Pokémon Sun is niet eens goed. Pokémon Sun, nee, klopt. Maar die heb ik dat is de enige die ik nog nooit uitgespeeld heb. Dus nu moet ik wel, want ik, ik nee, kom zo... Nee, iedereen vinger. die Pokémon leuk vindt... Ja, Sun en Moon is niet leuk. Ja, klopt, is die ook niet. Want ik, heb hem die? Een keer, ik heb hem een keer gespeeld en toen ben ik net twintig uur gestopt. En dit keer heb ik ja. mezelf gewoon gehouden. Ik ga hem uitspelen, want dat is de enige die ik nog nooit heb uitgespeeld. Nee, Lelystad, ze maakt wel een terechte opmerking in de chat. Maar... Daar is zelfs uh, wat overheen. Ja, van ja, Battlefield 2042, daar word je blij van. Ja, maar die speel ik dan ook niet meer. Dat nee, precies. Die heb ik een week gespeeld, daar dan niet meer aangeraakt. Zelfs Roland die heeft het, vond het zo de bakel. Ja, dan raak die game aan. Speel. Mag ik trouwens uh, nog even één kort verhaal vertellen? Is een leuk nou, van mij verhaal. wacht je ja. als, als het niet is te lang is, want wel. we nee, zitten op nee, nee, tijd. Nee. We, 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 hier hebben we nog heel snel tijd voor. Jullie we hadden net over de fantasy critic dat of the Wild is uitgesteld, ja? Ja. Mm -hmm. Ik doe dus ook een fantasy critic, doe ik al een aantal jaren lang. Met uh, Michael en uh, Suleiman. Uh, gewoon twee maten van mij. En. Sulo, ook wel Swift salute in de chat, die heeft al sinds 2019 pakt hij elk jaar Breath of the Wild. En we hebben dus ook <laughs> gewoon dit jaar hebben we tegen hem gezegd van Sulo, je hebt er nou drie of twee jaar op rij gekozen. Ik zou het niet doen. We, hebben, we nee, we zeiden <laughs> tegen hem van, je hebt er nu twee jaar op rij gekozen, je mag hem hebben dit jaar, weet je? Je mag hem gewoon ja. hebben. Hij is voor jou. Nou, daar is hij heel blij mee. Uh, ja, daar zal je heel blij mee hij zijn. Hij was zeer blij vervolgens dinsdag dat uitstel. <laughs> en vervolgens, ik lees het voor beter voor uit ons groepsgesprek. komt Goed, hij pijn. aan. komt hij aan. Even kijken. Het was op de 29e, toch? Ja. Sulo. I give up. Stomme leak. Jullie mogen hem <laughs> hebben volgend jaar. <laughs> ja. oh. <laughs> ja, Waarop ja, wij, waar. wij uiteraard reageren. No, Sulo. Cannot end like this. This is your life's work now. Maar nou, volgend jaar gaat hij okay. knallen, man. V volgend jaar dan is het wel gelijk. Is hij dan niet classic, ja, Dit was nou, de reactie. Heerlijk <laughs> Een heerlijk gifje. Ralph uit The Simpsons. Goodbye. <laughs> heerlijk. Nee, maar ja. Oké. Okay. Ja. Het was fantastisch. Het was toch al hopeloos die hele kritiek. Dus. ja. Die fans. Dus, nee, dan, dan, dan moest ik er gewoon even snel tussen door gooien. Oké, okay, nee, uh, nee, nee. Ver. Ja, Pokémon Sun kunnen we dan ook wel stoppen. Dat is. Uh, is ja, uh, want Pokémon Sun moeten eigenlijk nog koppen, baas, uh, dat moet we niet hebben. Nee, exact. Zijn Tina's steken. Wonderlands iemand? Ja, daar wou ik dus eigenlijk net over beginnen. Uh, iets bijzonders wat ik deze week heb gespeeld is Tiny Tina's Wonderlands. Want die is vorige week natuurlijk uitgekomen. Wij hebben hem eigenlijk uh, nog wel regelmatig met elkaar gespeeld. Ja, uh, Zeker op, 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 op stream natuurlijk. We het ja. volgende week ook nog een uh, uh, aantal keren met je doen, Roland. Um, ja, dat, dat kan wel, maar ik ga liever Destiny met je spelen. Want ik wil je echt aan die fucking afspraak houden dat je een keer Destiny met me gaat spelen. Maar nee, um, ik zie ruimte. De, ja, na volgende de, ja, week. Na volgende week, oké. Okay, nou hou ik je aan. Ja, is goed. Uh, maar Tiny Tina's Wonderlands. Ja, ik vind het fantastisch. Want ik vond die uh, Borderlands 2 DLC, Tiny Tina's Assault on Dragon's Keep, vond ik ook al echt geweldig. Briljant. Genial, genial. Gewoon. Uh, Borderlands in een Dungeons Dragons setting. Weet je, met die fantasy uh, dingen. Ja, geweldig. Werkt gewoon heel goed. En Wonderlands, ja, die, die, het is fantastisch. Ik vind het zo leuk. De humor is echt weer on point. Mm -hmm. Want dat miste ik een beetje in Borderlands 3. Uh, daar was ik niet heel tevreden over. Maar in Wonderlands zijn ze echt weer terug. En net zo goed als dat ze ten tijde van Borderlands 2 waren. Dus ja, geweldig. Echt zo'n leuke game. Als je houdt van Borderlands ga je met uh, Tiny Tina's Wonderlands niet fout zitten. Nee, dat denk ik het volledig mee nice. eens. Stefan, ik zie bij jou Fortnite staan, maar dan zonder bouwen. Ja, ja wie een beetje het nieuws heeft gevolgd... weet natuurlijk dat een nieuw seizoen van Fortnite begonnen is. En ik heb het volgens mij al eens eerder in de podcast gezet... maar als ik een dag gewerkt heb, dan ga ik al het avonds de Discord in... met vrienden en dan spelen we of Rocket League of Fortnite. Dat zijn van die heerlijke games die zo wegspelen... En uh, beide games hebben een nieuw seizoen. Rocket League is, uh, nou ja, wat traditioneler nieuw seizoen ja. ingegaan. met. Uh, een beetje cartoon-achtige Battle of a Rocket Pass. En Fortnite heeft een iets grotere aanpassing gedaan. Het hele bouwsysteem is natuurlijk uitgesloopt, om het maar zo te zeggen. Ja. Um, dus um, je kan nu veel meer. Uh, je kan hoger springen, je kan op gebouwen klimmen, ledges klimmen. Er zitten overal uh, ziplines en andere dingen nu. Dus ze hebben het wel voor uh, Traversal wel uh, nou ja, redelijk opgelost. Maar die gameplay is helemaal veranderd. En in mijn persoonlijke opinie voor de better. Want ik was echt een slechte bouwer. Ja, dit um, is. Ik vond dat ook echt een idioot mechanic. Dit is, dit is oprecht ook gewoon de, de reden geworden dat ik denk: van. ga ik Fortnite spelen? Nu het bouwen de ijsbergen. Ja, het is dat oprecht, oprecht leuk. Het is echt oprecht leuk. Gaan we dit weekend een potje Fortnite doen, jongens? Ja, ik ben, uh, ik ben in. Uh, uh, de, uh, uh, ik aarzel uh, nog een beetje, maar. Dat moeten we ook gewoon een keertje doen. Dus nou doen we het een keer op stream met z'n drieën. Ja, Dan maken nu... we er gewoon een, een main event van. Ik ben down. Maar het is echt oprecht leuk. En okay. uh, de, de hele dynamiek van de game is gewoon anders. Omdat je heel anders moet spelen nu. Ja. Waar je eerst gewoon nou ja, een muurtje kon bouwen, een trappetje dracht en je kon daar schuilen. Moet je nu heel erg om je heen kijken of je. Uh, uh, huisjes, uh, stenen, bomen, dat soort dingen hebt om koffer achter te zoeken. Ja, ja nou. het speelt echt leuk weg. Het, 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 het is heel simpel misschien qua verandering, maar het, het, het geeft wel een frisse een fris gevoel aan de game en ik vind het tot nu toe erg leuk. Ja, het is er ook daarom te blijven toch? Zoiets had ik wel. Uh, had ik het wel wordt gegeven. sowieso permanent. Volgens ja. mij, uh, ik denk Wat ze uiteindelijk gaan doen is dat ze gewoon twee uh, game twee modes gaan mode. maken, ja. Eén met bouwen en één zonder. Ja, ja iemand had nou. hem um, gedateerd mind en hadden ze, waren ze tegenkomen dat het uh, waarschijnlijk ging blijven, dus. Uh... Nee, nou, volgens ja. mij had Epic ook al zelf uh, gezegd van het wordt wel permanent. Oh Oké, okay. nou dat. Ja, want wat ik weet nog dat ze een jaartje geleden ofzo hadden ze ook zoiets gedaan, was het een tijdelijk evenement. Er was een tijdelijk event ja. Was, was het een weekendje dat je geen bouwen ja. had? Toen heb ik het ook even gespeeld. Toen vond ik het wel echt leuk. Wat je zegt. Want dat bouwen vind ik gewoon vreselijk. Ik vind het een ja. idiote mechanic. Ja. En toen was het echt van. Oh ja, ze hebben het nu dan, leuk. Toen was weer weg. Ze, ze hebben het uh. dan nu gefind. Door dus de movement ook wat aan te pakken. Je hebt een, een sprint uh, ah, okay. mechanic nu. En je kan als je sprint wat hoger springen. Waardoor je dus heel makkelijk op uh, ledges en andere dingen uh, kunt springen. Dus je kan wel redelijk. Nou dat is beter. Uh, het is ja. een beetje Infinite Warfare achtige movement. Maar dan third person. Zo moet je het een mm, beetje okay. zien. Oké. Okay. Nou, ik ben, ja, ik ben wel benieuwd. Ik ga het uh, misschien niet deze week, maar wel, ik wil het snel bij een keertje spelen. Ja, we gaan of, binnenkort een keertje uh, doen. Ja. Dat wordt leuk. Ja. Ik, uh, ik weet dat je nog... We gaan het zo nog hebben over Tunic. Snel, Roland, The Wire, je bent nu gewoon in seizoen 3, toch? Ja. Ja, ik wil dan nog heel kort hebben over Atlanta. Ik ben namelijk uh, seizoen 3, dus daarvan is begonnen, maar nog niet in Nederland. Seizoen 2 en 1 staan wel op Disney+. En ik moest seizoen 2 nog afkijken. Dus dat uh, doe ik nu tijdens het eten, ben ik dat nu aan het kijken. En ik heb net een aflevering gehad. Die is zo creepy en fucked up. Het is niet normaal. Het, de, de aflevering heet Teddy Perkins. En die heeft ook in 2018, toen dat hij oorspronkelijk verscheen... ...heeft hij uh, de Emmy gewonnen voor beste aflevering van het jaar. En ik snap waarom. Want de hele, Atlanta is een dark comedy. Dat is de hele, waar de hele serie over gaat. Over uh, mensen in de, in de, in de hiphop scene van Atlanta. Deze aflevering is gewoon straight-up horror. Dit was gewoon. In meerdere degradaties het steeds meer horror. En uh, doordat er een personage geïntroduceerd wordt die eruit ziet als Michael Jackson. En die gewoon echt <laughs> intens fucked up in The Brain is. Ja, okay. dit is echt. Jongens, dit moet je gewoon google Teddy Perkins. En je ziet gelijk wat ik bedoel. Als je bij de afbeeldingen kijkt, want het is okay. een van de uh, eerste afbeeldingen. Dit is hoe de guy eruit ziet, Teddy Perkins. Oh, what the fuck. Oh, oh, damn. Ja, oh, jezus. What the fuck? Ja. Ja, dat is, uh, Wow. wauw. Yeah. Scary. It's ja, scary. Bijzonder. Ja, bijzonder. Ja. Ga die aflevering kijken. Het staat ook vrij losstaand van de rest van de serie, in principe. Want het, gaat, het is gewoon een, een soort. Ja, een... Um, God, hoe heet zo'n aflevering ook weer? Een Bottle-episode, want dan speelt ze volledig af in één ruimte. Oh, ja, uh, ja, ja exact. Ja. Dus dat, uh, dat, ja, dat is heel goed gedaan, in ieder geval. Uh, Roland, okay. ik zie jou snel nog uh, tikken. Moon Knight? Ja, schoot me ineens te binnen. Van... Ja, die oh, heb ja, ook ja, ik ook gezien. Ik heb deze week natuurlijk ook nog Moon Knight gekeken. De eerste aflevering van de nieuwe Disney Plus-serie. Uh, nieuwe Marvel-serie, natuurlijk. Um, ik vind dit tot nu toe de beste opener die een Marvel-serie heeft gehad. En ik denk dat dat heel erg te maken heeft dat het ook een nieuw personage is, die we ja, helemaal van de grond af geïntroduceerd krijgen. Dus dan is al die setup is niet erg, omdat we dat personage nog niet eerder gezien hebben. Kijk, WandaVision vorig jaar, uh, Scarlet Witch, dus Wanda en Vision kennen we al. Falcon en de Winter Soldier kennen we allebei ook al. Loki kennen we al. En Hawkeye kennen we ook al. Dus, ja, ik denk dat het er ook mee te maken heeft dat je je kent ze uit de films, waar zo'n groot budget achter zit. Exact. En dat is allemaal bombastisch en super mooi in beeld. En zo'n serie is vaak kleinschaliger, qua effecten ook iets minder imponerend. En als je dan van nou ja, dit naar dit qua uh, actie en, 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 en CGI, en weet ik het allemaal gaat... No. dan voelt het toch minder of zo. Uh, en Moonite heeft het ook wel een beetje. Want er zitten sommige segmenten in qua CGI dat ik denk. Hmm, dit is een beetje oké. Okay, dit is een volgens mij sketchy. door de stagiair ja. gemaakt of zo. Dit ziet er niet heel overtuigend <laughs> uit. Maar de vibe of zo. Ik vind het wel, ik vind het wel wat hebben. Het is nog een beetje ja. mysterieus, want aan het einde. Nee, ik zeggen. Ik heb nog niet gezien. Nee, 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 nee. Maar je weet aan het einde nog steeds niet helemaal wat, wat er echt... nou gaande is. Ja. Er zijn heel de hele veel... aflevering is eigenlijk meer van. Je, je leert het karakter kennen. En je leert het karakter kennen. Laten we het zo zeggen. Ja, ja. ja er zitten heel veel gaten in waarvan je. Ja, eigenlijk wel kan uitgaan van dat wordt later in de serie waarschijnlijk opgevuld. En dan komt het allemaal op zijn plek. Dus ik ben heel benieuwd. Het is dus uh, even zo'n welke... zo kriebeltje aan je, ja. aan je oortje, waar je zo. Oeh, kijk, dit en dit, en dit. En dan stop je. Ja, Perfect. ik ga, ik ga ja. nog even afwachten. Want weet je, de meeste Marvel series, inmiddels heb ik zoiets van. Ja, week to week is soms rewarding, soms niet. En dit is zo'n eentje waarvan ik het gevoel heb dat gewoon een binge hier de betere ervaring bij gaat worden. Wat dat ja, bij de dat Falcon kan ik en de Soldier had dat wel. eigenlijk ook. Ik denk ik... dat je dat stiekem ook gaat doen. Dus daarom uh, denk ik dat ik Ik was, het was gewoon te week. nieuwsgierig. Ik kon, me, ik kon me niet inhouden, dus vandaar ik de eerste. <laughs> ja. Ik kom me gelukkig wel goed inhouden, dus uh, dat uh, ben ik blij mee. Uh, Stefan, dan mag je nog even in. één minuut heb je voor Tunic. Oh damn. Uh, Tunic Game Pass gemaakt door één persoon. Uh, het is een beetje een soort ja. Het is een heel stilistisch sprookje gemengd met Soulsborne dna Het is een soort Souls uh, Souls-like, maar dan light. Um, heel mysterieus. Je wordt echt gewoon in diepe gegooid. Je hebt eigenlijk nul begeleiding in de game, los van een paar losse handleidingbladzijden. Want het is letterlijk een handleiding die je gebruikt uh, om te weten te komen hoe je verder moet. Het is eigenlijk super simpel qua opzet, maar het is zo super mooi. Het is heel sprookjesachtig, heel ja. Beetje dromerig uh, en tegelijkertijd heel erg keihard. Uh, wordt je in je feest geslagen soms, omdat je één keer niet oplet en dan moet je weer, uh, nou ja, zoals een Soulsborne, uh, het beaamt weer uh, opnieuw beginnen, om het maar zo te zeggen. Stop de dus tijd. Uitdagend, maar heel vet en gaat spelen. Een, een moeilijke Zelda-like voor ja. Xbox-gebruikers, want hij is op Xbox, ja. Xbox en PC. Ja ook op Game Pass overigens. Dus dat, ja, uh, ja dan, dan zijn we er voor deze week, uh, heren. Mocht je nou zelf ook een één minuut review willen aanvragen bij onze Stefan, mail ons <laughs> xgm.nl. Dan kom door, heb je volgende kom week in de show zitten. Kan ook van Roland, kan ook van mezelf. Dat moet je me even laten weten. Vergeet ook niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Mocht je dit kijken via YouTube, mocht je dit nou gewoon lekker aan het luisteren zijn in de auto of iets dergelijks, parkeer de auto even snel, like ons, uh, like de de feed, volg ons op de feed en laat even een mooie review achter op Spotify vijf Sterren of op Apple Podcast. Want dat kun je nu gewoon allemaal doen. We zijn uh, volgende week terug met een gloednieuwe aflevering om 1 uur smiddags. Dat wordt een dubbele live-opname, namelijk van, uh, op Twitch. Tenminste, dat is het idee, want de weekdrop is Goede Vrijdag. Dus dat betekent dat we uh, niet kunnen opnemen op die dag. Dus als mm. het goed is, wordt het volgende week een dubbele aflevering achter elkaar. Alleen live via twitch.tv slash xgen laagstreepje nl. En anders kun je hem gewoon verwachten op je gebruikelijke tijd, 10 uur ochtends. Op de zaterdagochtend in je podcast feed. Iedereen nog een heel fijn weekend gewenst en we zien jullie graag de volgende keer weer terug. Laters. Fijn weekend. Doeg. Deze x is mede mogelijk gemaakt door Huawei. Meer mogelijkheden om je pols. Uiteraard kun je met de Huawei Watch GT3 altijd goed de tijd in de gaten houden. Deze smartwatch gaat alleen wel een stapje verder, want op het prachtige 1,43-inch AMOLED-display kun je meer bijhouden dan alleen de tijd. Meet je gezondheid, bel via Bluetooth en gebruik de AI van het horloge als je persoonlijke hardloopcoach. Met meer dan 100 sportmodi is de Huawei Watch GT3 bovendien je favoriete coach tijdens het sporten, terwijl je alles in een handomdraai kunt bedienen, waaronder de muziek. Met een batterij die tot twee weken mee kan gaan is je volgende horloge kiezen niet moeilijk meer, al helemaal omdat je de Huawei Watch GT3 naar hartelust kunt personaliseren. Check snel de link onder deze podcast voor alle details en wie snel profiteert krijgt ook nog eens gratis een paar Huawei FreeBuds via iKado.